Deze podcast maken we samen met Join.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, afzien, doortrappen, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Op zoek naar de fundamentele principes, maar vooral ook naar tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow, Ride Fast. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze, Laurens ten Dam en Jim van den Berg. Dit is een podcast over trainen, eten, slapen en in dit geval specifiek over testen. FTP testen en zo. Waarom is dat eigenlijk relevant, Jim? Omdat je wil weten of je beter wordt. En dan moet je dus een indicator hebben wat je regelmatig test of waar je naar kijkt om te zien of dat ook echt het geval is. Ja. Of dat je misschien wel slechter wordt, kan ook. En is er één manier om daarachter te komen? Nee, er zijn eigenlijk heel veel manieren. Nou, ja. Dat is wel een beetje gek. Althans, dat er geen standaard is in het wereldje die iedereen vergelijkbaar maakt. Nou, als er een standaard bestaat, dan is het misschien de 20 minuten veldtest. Maar wat is dat? Wat je dan doet, is dat je eigenlijk 20 minuten zo hard mogelijk fietst. En dan neem je 95% van het vermogen dat je reed over die 20 minuten. En dat noem je dan je FTP. Ja. Namelijk het getal dat je, of het vermogen dat je eigenlijk een uur zou moeten kunnen volhouden. Dus het maximale vermogen dat je een uur zou moeten kunnen volhouden. Dus je doet dan een aanname over je FTP op basis van een veel kortere test, namelijk 20 minuten. En is dat ook, is er een soort van consensus over wat de gangbare, meest betrouwbare resultaten oplevert? Nee, eigenlijk dat is best wel een discussiepunt, ook in de wereld van inspanningsfysiologie. En er zijn bijvoorbeeld ook inspanningsfysiologen die zeggen, nou, de enige manier om je FTP te weten, dan wel te meten, is dan, want eigenlijk is de definitie van het FTP is gewoon het vermogen dat je een uur zou kunnen volhouden. Ja, waar staat FTP voor? Functional Threshold Power. Ja. Dus het vermogen, het functionele vermogen eigenlijk op je omslagpunt. Dus het is het vermogen ook dat je vast kan houden op dat hartslagomslagpunt. Ja. Dus je kan het echt dan een uur volhouden. En er is ook een kamp dat zegt, nou, de enige manier om dat te meten is gewoon een uur te fietsen. Een uur volle bak te gaan. Ja. En dan weten we het. Ja. Ik denk dat veel mensen nog tegenvalt, hoor. Een uur volle bak gaan. Ja, of 95% van je 20 minuten waarde. Nou, dat is best wel hoog. Zeker, er zitten heel veel haken en ogen aan. Om te beginnen, bijvoorbeeld, ik ben het eigenlijk wel eens met de mensen die zeggen, ja, eigenlijk is de enige manier om echt goed je FTP te weten, is een uur volle bak gaan. Maar als je gewoon een normale sterveling bent, een amateurwielrenner, die lekker aan het trainen is en af en toe zijn rondjes doet, dan een uur volle bak gaan, ja, je weet niet waar je moet beginnen. Dat goed pacen, dat goed indelen, ja, parcours, en daar toch ook goed op voorbereid zijn. Het parcours inderdaad. En dus ook de rust vooraf nemen, maar ook de rust die je daarna weer nodig hebt. Ja, dan doe je eigenlijk een test die niet herhaalbaar is. Ja. Die misschien wel heel dicht, of tenminste, nee, die perfect correspondeert met wat je FTP dan in werkelijkheid is. Ja. Maar omdat de herhaalbaarheid zo laag is, want dat is ook belangrijk bij testen. Je moet het herhalen, regelmatig doen, want alleen dan kan je je progressie volgen, monitoren. Maar als je dat niet doet, dan, ja, of als dat niet kan omdat die test zo lastig is, ja, dan lost het uiteindelijk nog niets op. Lau, groot liefhebber van testen. Kijk je er altijd een beetje tegenop? Wij testen niet zoveel, eerlijk gezegd, bij de pros. Maar bij de pros heb je natuurlijk, als je wil weten of je beter wordt en je rijdt iedere week een wedstrijd, dan op zich, je hebt natuurlijk best wel veel meetmomenten al bij de pros. Ja. Ja. Op een gegeven moment, zeker in het begin van mijn profcarrière, testen we nooit. Maar je bedoelt meetmomenten, dat zijn even een klim van 20 minuten. Of gewoon een finale. We hadden toen ook nog geen vermogensmeter. Dus ja, sowieso was het allemaal wat meer arbitrair.
En ja, later wel, toch? Ja, later wel. Maar wat ik bedoel is, je meet gewoon met je concurrenten in de wedstrijden. Ja. En als jij 10e werd in de ronde van het Baskeland, dan wist je wel dat je goed bezig was. Dan had je geen test voor nodig. Het is wel een goed punt van Lau in de zin van, als vaste vraag van wat is nou de meest gemaakte fout van de amateurwielrenner als het gaat om testen. Ja. Daarbij, daar heb je wel gedacht over, hè? Nou ja, is eigenlijk dus ook niet testen. Dus wat wedstrijdwielrenners heel erg hebben, die kunnen in de wedstrijden, daar zijn momenten dat ze maximaal gaan. En dan hebben ze die vermogens. Kan je die vermogens en dan zien wel ze, uithalen nu, ja. Ja, en dan zien ze aan die vermogens wat er gebeurt. Wat natuurlijk niet zo verstandig is, is jezelf meten ten aanzien van je omgeving. Dus dat je zo goed bent als je laatste uitslag. Ja. Ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Dat is ook voor amateurwielrenners. Ja, als je altijd relatief alleen maar meet aan je vaste fietsgroepje. Ja, dat is niet zo de goede benchmark. Maar amateurwielrenners die geen koersen hebben of die niet regelmatig momenten hebben waarin ze echt maximaal gaan, ja, dan moeten ze wel in hun trainingen dus testen inbouwen, veldtesten, om te weten of ze beter worden. Maar ik denk bijvoorbeeld, zoals Gravel Locos, reed ik volgens mij 20 minuten 4:13, nog na 6 uur. Ja, dan heb ik me daar zo uit elkaar getrokken. Dan heb ik niet zin om een week later dat nog een keer te doen, bij wijze van. Ja, nee, maar ik denk dat juist zo'n wedstrijd, daar haal je superveel uit. En jouw gemiddelde vermogen en normalized power over de hele wedstrijd, en dus ook die 20 minuten waarde die je daar reed, dat zijn al hele interessante testmomenten. Ja. Maar als je in vergelijking met die Gravel Locos gewoon van plan bent, ja, ik ga 6 uur trainen, ja, dan zit er niet van even vanzelfsprekend zo'n 20 minuten waarde in. Nee, zeker. Even naar de basis. Wat meet je of wat voor informatie haal je allemaal uit zo'n test? Want je noemt het een veldtest, maar dat kan dus ook in het lab, toch? Klopt. Er zijn heel veel verschillende testen. En misschien wel slim of belangrijk dat we daar wat onderscheid tussen maken. Ja. Het verschil zit hem namelijk vooral in het doel. Medische testen zijn er vooral om te kijken eigenlijk of je gezond bent. Of er niet sprake is van bijvoorbeeld een hartafwijking. Ja. Of dat je respiratoire, dat je hart-longsysteem het gewoon goed doet. Dat doe je dan ook vaak bij een sportarts. En dat doe je eigenlijk altijd in een laboratorium. Ja. Wat je met die testen vaak niet doet, of eigenlijk onvoldoende doet, is dat je ook echt je conditie meet. Ja. Want wat je in die testen bijvoorbeeld doet, is dat je heel snel naar een maximum wordt gejaagd. Nou, dan is de kans dat er misschien een probleem optreedt, wat je dan kan meten, hè, met bijvoorbeeld een hartfilmpje, die is dan wat groter. Maar dat soort zo'n hele snelle test is eigenlijk ongeschikt bijvoorbeeld om je FTP te bepalen. Ik heb hem wel eens op zo'n halve lichtfiets moeten doen. Oh ja? Ja, ja. In het ziekenhuis in Alkmaar. Serieus? Ja, ja. Oh ja, maar dan hadden ze gewoon geen andere ergo mee. Nee. Lag nee. Op een soort lichtfiets. Of op zo'n home trainer alsof je op een stadsfiets zit. Ja. Maar ik denk dat er al heel veel van onze luisteraars die testen hebben gedaan, die dachten, ik doe een groot sportmedisch onderzoek. Er zal vast wel zo'n drempel waar de testen in zitten van de koude kermis thuiskwamen. Want dan klopt, want vaak ook. En eigenlijk is dat niet deugd eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel erg. Want komen er wel, worden er hartslagzones of vermogenszones bepaald? Er komt er zelfs vaak een FTP uit. Maar op zo'n korte test met zo'n snel protocol FTP bepalen, dat kan gewoon niet. En dat FTP dat is gewoon ook volledig onnauwkeurig. Even voor de vuist weg, hoe lang moet zo'n test duren om iets goeds over te doen? Nou, je moet eigenlijk stappen, zo'n protocol, want dit zijn dan testen, dat is een REM protocol. Dus dat vermogen blijft heel snel oplopen. Ja. Maar eigenlijk moet je een stapgrootte hebben van minimaal 3 à 4 minuten per stap. Om echt ook goed dan uiteindelijk het FTP te kunnen bepalen. Ja. En hoe lang jij dan op de fiets zit, ja, dat hangt dan weer af van je eigen conditie. Dus je hebt maar medische testen en conditietesten. Ja, dus een medische test doe je dus echt vaak bij een sporttouch. En ook belangrijk, hè? Ik bedoel, hoeveel hebben we nu in het wielrennen de afgelopen paar jaar toch nog niet gemerkt dat er toch een supergezonde jongen of meisje plotseling van de fiets valt. En vindt voetbal laat. Voetbal ook, ja precies. En enerzijds is het misschien niet helemaal te voorkomen. Anderzijds, ja jongens, als jij gewoon lekker aan het sporten bent en goed aan het bewegen, ga alsjeblieft gewoon tenminste 1 keer per 2 jaar een sportmedische test doen. En misschien zelfs ook na je 40ste gewoon 1 keer per jaar een sportmedische test doen. Ja. Hartfilmpje laten maken. En het is op een bepaalde manier misschien garantie tot de deur. Maar het helemaal niet doen of het nooit doen en wel fanatiek met sporten bezig zijn, dat is echt best onverstandig. Dus een sportmedische test is echt gewoon uitgevoerd door een sportarts en dan kijk je of je echt gezond bent. En het andere deel zijn eigenlijk conditietesten. Nou, en die conditietesten kan je dan ook bijvoorbeeld in een lab doen. Of je doet ze gewoon buiten, dan noem je het veldtesten. Ja,
doet dat iets af? Is het ene beter voor jou qua betrouwbaarheid van de resultaten? Ja, eigenlijk is dan zo'n labtest. En dan ga je bijvoorbeeld vaak ook zuurstof ofwel lactaat meten. Ja. Vaak als je een heel lang protocol doet, dan werkt zuurstofanalyse niet zo goed. Want het bouwt dan zo langzaam op dat met die zuurstofanalyse wil je vaak ook dan je VO2 max weten. Ja, hier ga je misschien een beetje snel. Waar ik echt benieuwd naar ben, en vertel dat alsjeblieft aan detail. Want ik denk dat veel mensen wel eens zo'n conditietest gedaan hebben. Ja. Je krijgt de slang aan alle kanten, zo'n ding op je mond. Ja. Waarom is dat? Wat meet je en wat haal je daarvoor informatie? Eigenlijk krijg je vaak die kap op je mond wanneer je die medische test doet. Ja. Want dan kan je dat respiratoire, dat longsysteem ook goed meten. Ja. En dan omdat je zo snel ook in zo'n remprotocol in die medische test omhoog gaat, kan je dan dus ook meten wat je VO2 max is. Ja. En VO2 max zegt eigenlijk ook een maat voor conditie en een maat voor talent. Maar het zegt niet zo heel veel over de duurprestatie of over de wielrenconditie. Ja. Dus daar meet je dan vaak VO2 max voor. Veel interessanter, net onder dat VO2 max namelijk, zit dat FTP. En dat is dat vermogen wat je een uur zou kunnen volhouden. Nou, dat kan je dus wat minder goed meten in de remtest. Maar dat kan je wel weer in een lab bijvoorbeeld ook met lactaatmetingen meten. Ja. Maar wat je met lactaatmetingen ook kan, is dat je een eerdere drempelwaarde, namelijk ver onder je FTP. En dat is het punt van maximale vetverbranding. Ja. Oftewel, hoe lang kan je op lage intensiteit of tot welke hoogte van de intensiteit, en het liefst zo hoog mogelijk, kan je heel goed op die vetten blijven fietsen. Wat is dat punt? Wat meet je dan? Ja, dan meet je dus die aerobe drempel, noemen we dat. Ja, maar waar zie je dat aan? Ja, aan zuurstof in je bloed? Of nee, aan de lactaatwaardes. Ah, ja. Lactaat in het bloed. Ja, dus dan prik je vaak een gaatje in de oorlel of in de vingers, iets pijnlijker. En dan doe je dat op een stripje, gaat in een apparaatje en dan meet je de lactaatwaarde. Dus je ziet eigenlijk, en lactaat ontstaat wanneer je koolhydraten verbrandt. Ja. Dus je ziet eigenlijk hoe snel jouw lichaam lactaat aanmaakt. Lactaat wordt ook weer vervolgens omgezet, ook weer in nieuwe energie. Het wordt ook weer afgevoerd. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat die lactaatwaarde eigenlijk niet meer even snel wordt aangemaakt als dat het wordt weggevoerd. Ja. En dan schiet het echt de pan uit en dan zit je boven dat omslagpunt. Ja. Dat slaat er dan ook om, dat noem je het omslagpunt. En daaronder zit dus dat maximale vetverbrandings... Dus je eerste drempel is de aerobe drempel, ja. Punt van maximale vetverbranding. Dus dat zegt heel erg veel over jouw echte duurconditie. Ja. Dat kan je ook goed meten met lactaatmetingen in zo'n labtest. En dat tweede punt is dat FTP. Ja. En dat is de tweede drempel. Wat zie je bij de eerste drempel dan? De eerste drupjes lactaat of zo? Of dan zie je een eerste een soort van flinke toename in de lactaatwaardes. Ja, okay. Het is niet bijvoorbeeld een absoluut getal waarop altijd je aerobe drempel zit. Nee, het is het. Maar het wel zo, toch? Nee, het zit vaak rond de 2 millimol, ja. Maar dat is niet altijd het geval. Wat je eigenlijk doet met lactaatwaardes is dat er in een soort software systeem gaat. Want je kijkt naar een relatieve toename. Sommige mensen hebben een aerobe drempel bijvoorbeeld op 1,5 of op 3 millimol lactaat. Dat kan ook. Nou, okay. Dus okay, het is dus niet altijd, maar het is ongeveer vaak rond de 2 millimol. Op basis van lactaat en op basis van versnelde toename van lactaat kan je die twee drempels bepalen. Ja, kan je die twee drempels bepalen. Ja. En dan weet je dus iets over, zeker wanneer je dus zo'n lang protocol gebruikt, hè, met stappen van in ieder geval minimaal 3 à 4 minuten. Ja. Wij hebben zelf bijvoorbeeld stappen van 6 minuten, dat zijn echt lange stappen, dat is ook een lange test. En dan meet je aan het einde van iedere stap, meet je dan de hartslag en natuurlijk het vermogen, cadans, maar dus ook vooral die lactaatwaardes. En dan heb je een hele nauwkeurige meting op dat vermogen. Nou, dat kan je dan perfect plotten in een grafiek. En dan zie je die toenames. En dan kan je dus die twee drempels, die aerobe drempel. Dan weten we iets over hoe goed die vetverbranding is. En hoe goed dat duurvermogen is. En we kunnen heel precies dat FTP bepalen. Dus dat vermogen wat je een uur zou kunnen volhouden. Nou, en aan de hand daarvan bepalen we dan weer hartslagzones en vermogenszones. Die daarbij passen, die gewoon gemeten worden. Ja, die zijn dan weer gerelateerd aan het FTP. Maar dat komt dan, dat koppel je dan terug in een verslag. En in ieder geval, dat zijn dan dat zijn dus hele precieze metingen. Dat doe je dan echt in een lab. Ja. Nou, dat doe je dan idealiter bijvoorbeeld 1 keer per jaar doe je dan zo'n test. En hoe lang duurt die test? Ik was even benieuwd. Je zei vrij lang. Bij ons is het bijvoorbeeld 6 minuten. Steven Kruiswijk. Ja, een uur en 10 minuten, een uur en een kwartier. Oké. Okay. Ja. Serieus lange test. Ja, dat is echt lange test. Steven Bolt? Nee. 45, 50 minuten. Serieus? Ja, zeker. Zit je mij nou uit dat wak te praten waar je me vanochtend tegen hebt gezet? Gast, je fietst hartstikke goed. Je moet niet de hele tijd zo bescheiden doen. Maar op zich is dat je dan langer op de fiets zit, dat
dat is niet het doel van de test. Het doel van de test gewoon... Nee, ik was gewoon benieuwd, want mijn langste testen waren inderdaad ook even ruim een uur op een gegeven moment. Van Diemen deed ook zo. Ja, Van Diemen deed ook lange testen, precies. Ja. Ja. Is het manier van testen nou heel erg veranderd in die jaren? Heb jij daar iets van meegekregen? Of ging je maar gewoon zitten en hurt me? Nou, bij Van Diemen had ik dus lange testen. Toen heb ik heel lang niet getest, toen ik bij de profs kwam. Ja. Daar deden ze meer bloedtesten. Wat is dat dan? Gewoon kijken hoe hoog je hematocriet is. Maar. Dus en je vitamines en dat soort dingen. En dan koest je. En dan... Maar dan wist je niet, kon je niet gerichter door trainen. Maar jawel. Want als jij kan op een gegeven moment aan je bloed zien of je richting overtraindheid gaat, toch? Ja. Dat zijn gewoon markers in het bloed. Okay. Vaak hadden die profs die hadden dat liever, zeg maar, dan dat ze zich heel uit elkaar moesten trekken weer. Ja. Je kan gewoon zien aan volgens mij een verhouding met jonge bloedcellen en dat soort dingen. Of je even ijzerwaardes. Of je rust moet pakken. Ja, maar je kan, dat is zeg maar meer een resultaat. Je kan niet je zones bepalen. Is mijn vraag een beetje, moet ik nou echt zo'n test doen? Maar helemaal uit elkaar trekken om de informatie boven water te halen die je uit zo'n test wat, om die zones te bepalen en te zien hoe je er dus voor staat. Maar daar moet even naartoe terug, denk ik. Want uiteindelijk ga je dus op basis van die labtest zones bepalen waarin je traint. Ja. Toch? Ja. Ja. Dan doen we dus in die labtest, meten we dus heel precies... dat die vetverbranding en dat FTP. Ja. Maar zo'n labtest, dat doe je dan bijvoorbeeld 1 keer per jaar... of renners van een hoog niveau misschien nog 2 keer per jaar... dat je halverwege het seizoen net voor het najaar dat nog een keer doet. Maar tussendoor, afhankelijk dus van hoeveel meetmomenten... jij misschien hebt door wedstrijden... maar als je die dan wat minder hebt, dan ga je veldtesten doen. En die doe je gewoon in je eentje buiten. En wat je dan vaak doet is 20 minuten voluit. Daar nemen we dan een percentage van... Meestal 95%, dat is een beetje de gouden standaard. En daarvan zeggen we dan, oké, dat is dan je FTP. En dan heb je dus door iedere keer te zeggen van, oké, we meten die FTP, kan je dat bijvoorbeeld 4 keer per jaar... Maar dat heb ik wel zien veranderen. Ja? Meten. Doordat er minder gekoerst wordt, worden die testen wel belangrijk. En dan heb ik het met name over de veldtesten. Ja. Maar ik had dan misschien een ander protocol. Ik had gewoon op een gegeven moment Strava-tijden, de Donner Lake Pass. Daar deed ik dan mijn jaarlijkse test voor de Tour. En die reek 2 keer volle bak op. En als ik op 14 minuten... Ja, als ik daar het kommetje pakte... En, 2 keer ook rond dezelfde tijd. Dus 2 keer volle bak... maar dan wel dezelfde tijd kunnen rijden. Dat was voor mij een waarde dat ik er goed voor stond. Ik heb ook nog wel een boek gelezen over... volgens mij was het Hutchinson of Aubry. Een van die Engelsen zijn natuurlijk altijd helemaal lijp. Ja. Dat zijn van die tijdrijders. En die hadden, volgens mij was het Aubry, die had gewoon een geëikte home trainer. Echt een heel oud ding. En daar had hij een fiets op staan. Dat was de Tets. Die ging er ook nooit af. En die stond er precies goed op. En dan ging je gewoon een uur lang hengsten. En dat was gewoon een teller op de voorkant hoeveel kilometer die had gefietst. Dus die testte geen wattage of zo. Maar die testte heel relatief. Ja. Als hij 41 reed en een week, 2 weken eerder... wij testen bijna iedere 2 weken. En een week eerder 40,5. Wist hij wel dat hij vooruit was gegaan in niveau, zeg maar. Dus dat was... Dat is... Nou, en dat is dus ook wel een beetje... Kijk, als jij... want nu zeg ik dan, dan kan je die 20 minuten test doen... en dan neem je daar een percentage van. En dat relateer je dan... dat is dan je FTP. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel renners waar het FTP... Als jij bijvoorbeeld niet zo'n klimmer bent, dan is dat FTP... is dat dan wel zo'n interessante maat? Daar wou ik naartoe. Hoe alleszeggend is FTP? Als je 10 uur unbound wil rijden... je wilt tijdritspecialist zijn. Eigenlijk is FTP wel een soort van... in de wat meer technische gebied van de inspanningfysiologie... staat FTP is best wel een begrip... wat enerzijds best wel onder druk staat. Ja. Want er komen steeds weer wel nieuwe maten... zoals bijvoorbeeld critical power. We gaan meer kijken. Ja, critical power is het vermogen weer net onder je FTP... wat je theoretisch oneindig lang vol kan houden... zolang je maar de koolhydraten eigenlijk aan blijft vullen. Terwijl dat FTP dan weer net daarboven zit... en dat is na een uur dan weer op. Klinkt als voor een rit als unbound een relevant... Critical power. Ja, eigenlijk dus dat gaan we test is. Hoe gaan we die verhogen? Ik kan hem morgen even testen. Ja, theoretisch oneindig. Maar stiekem is natuurlijk het vermogen dat je een uur zou kunnen volhouden... dat zegt heel veel over je duurvermogen, hoe lang je iets kan volhouden. Ja. Dus je getraindheid zegt het heel veel. Maar er zit ook al wel, zeker in zo'n 20-minuten test, zit ook al best wel een groot stukje anaeroob vermogen. Namelijk dus je korte vermogen. Ja. Je vermogens die je 1 minuut of 2 minuten of tot 5 minuten ongeveer vol kan houden. Ja. Maar beter zou je dan nog kunnen zeggen, je kan ook bijvoorbeeld een anaerobe veldtest doen. Dan doe je ook een maximale minuut inspanning en een maximale 5 minuten inspanning. Ja. En dan?
Ja, en dan kijk je weer hoe dat is verbeterd ten opzichte van de vorige keer, dat je precies diezelfde test deed. Ja. Kijk, het allerbelangrijkste van een test... Maar dan ga je niet afleiden, zeg maar, zoals... Nee, dan ga je geen percentages nemen. Maar 1 minuut is verbeterd. Ja, en sterker nog, valt ook wat voor te zeggen dat je van een 20-minuten test dan helemaal niet meer 95% gaat pakken. En dat dan vergelijken met een labtest bijvoorbeeld. Maar dat je die 20-minuten-waarde gewoon de 20-minuten-waarde houdt. En dat je een 20-minuten-waarde alleen vergelijkt met je vorige 20-minuten-waarde. Weet je wat Graeme O'Brien op zijn home trainer... Precies, want uiteindelijk gaat het om herhaalbaarheid. Hoe goed kan je het herhalen? Hoe betrouwbaar is het? Hoe meetbaar is het? Zorg dat dat allemaal in orde is. En als je dat dan gewoon altijd op dezelfde manier doet, wat jij dus eigenlijk ook deed op die pas, dan ben je er ook, hè? Dan is het ook goed. Alleen dan wel regelmatig van dat soort meetmomenten. Ja, ik vond het echt een mooi verhaal van zijn home trainer. Ja dan had hij was vier kantjes hoe die beschreef hoe die home trainer ook geëikt had. Weet je wel, dat was... Ongelooflijk verhaal. Ja, maar echt natuurlijk zo'n freaky tijdrijder die daarmee bezig is. Ja, dat... Is het nou zo dat... toch nog even op een andere manier dezelfde vraag stellen. Is het nou bijvoorbeeld dat Mark Cavendish, om maar iemand te pakken... dat die... daar heb ik zo meteen nog een andere vraag over trouwens. Want die was echt notoire in zijn slechte testen, maar in zijn goede prestaties, geloof ik. Maar nu even om een andere reden. Namelijk, test die bijvoorbeeld vaak eens 1 minuut waarde. Dan zijn FTP. Nou, ik heb ook wel eens gehoord dat hij nooit op zijn sprints trainde. Maar dat kwam dan zo af en toe. Een sprinter in het algemeen? Nou ja, kijk, als jij het moet doen in bijvoorbeeld kort klimwerk in de Vlaamse Ardennen. Het vroege voorjaar is jouw ding. Dan moet je dat dus, vooral moet je 6 uur kunnen. Maar je moet ook korte klimmetjes of hele korte intensieve inspanningen, die moet je, daarop moet je hoog scoren. Ja. En dan moet je het ook nog eens heel vaak kunnen. En dan ga je dat als het goed is meten. Ja. Dan wil je dat weten. Klopt het als ik zeg, je FTP is altijd belangrijk en specifiek kan je testen voor het specifieke doel wat je hebt in het type rennen dat je bent? Ja, FTP is eigenlijk gewoon een mooie... Ja, generieke maat. Ja. En je kan daar weer zones bijvoorbeeld aan koppelen, dat eruit halen. En je kan progressie meten. Maar als je uiteindelijk op een gegeven moment zegt... ja, maar ik wil echt verbeteren op heel kort klimwerk... Ja, dan doe je dat niet door alleen je FTP te verbeteren. Nee. Dan moet je ook wel naar die 2, 3 of 5 minuten waardes gaan kijken. Toch nog even die vragen over Kev. Zijn er, maar ook meer in zijn algemeenheid... zijn er mensen die echt heel slecht in testen zijn? Ja, en er zijn en het tegenovergestelde ook vooral. Echt wielrenners die dan in de wedstrijden nooit thuis gaven... maar echt bizarre testen bij elkaar reden. Zijn er echt mensen die bekend staan om een bizar hoog... gewoon profrenners die echt bizar hoog testen scores hebben? Ja. Noem eens wat. Noem eens iemand. Bij Rabo is altijd volgens mij... Theo Eltink was toen de... Ja, qua wat per kilo had hij dat natuurlijk. Ken je Theo Eltink? Ja, die ken ik zeker. Ook hoog. Marianne Vos stond ook hoog volgens mij. Ja. Gaan we niet doen in deze podcast. Deze podcast hebben we niet over mooie verhalen. We hebben het over testen. Even bij het subject. Maar mooie verhalen doen we niet. Thomas, luistert dit. Thomas Dekker was dus iemand die altijd heel slecht was in testen. Ja. Toch? En dan op de dag zelf altijd toch even een stapje extra. Nou, kijk, wat het een test is namelijk heel vaak... Kijk, dus een test doe je dan dus om te testen. Maar het is vaak helemaal niet zo leuk. Nee. Want je gaat dus wel heel diep... Maar je krijgt niet kussen van de ronde mis en een fles champagne. Nee. En je wordt ook niet op een schild gehezen. Dan heb je, een waarde. Ja, dat is het. Dus het is heel irritant eigenlijk dat je op moet laden om die test dan te doen. Ja. En de een kan dat dus heel slecht en de ander kan dat heel goed. Maar wat dus heel erg belangrijk is welke test je dan ook doet. Omdat je het... maar wat heel belangrijk is, welke test je ook kiest of wat voor type test je ook doet, is dat je een test doet die je wel dan regelmatig kan herhalen. Ja. En als die test, en dat was om helemaal terug te komen aan het begin, met zo'n uur je helemaal uit elkaar trekken. Ja, dat kan je wel in iemands schema zetten of zeggen dat hij dat moet gaan doen. En dan misschien voor een soort van in de uitdaging gaat hij dat dan 1 keer doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je wel even verzint van... ik ga me 4 keer per jaar ga ik op die manier mijn FTP testen. Ja. Er zijn er maar heel weinig die dat doen. Ja, en een 20-minuten test is eigenlijk al dat mentaal al best wel een obstakel. En daardoor zijn er ook op een gegeven moment kortere... zoals een 12-minuten test en een 8-minuten test. Maar bijvoorbeeld ook in Zwift zit dat bijvoorbeeld, een ramp test. Ja. Ja, en over die nauwkeurigheid valt van alles te zeggen. Want ja, heel maar stiekem daaruit je FTP bepalen is wel heel... grof. Die is heel kort, hoor, die ramptest. Nee. Ja, het gaat per minuut omhoog. Ja. En dan aan de hand daarvan je FTP bepalen, dat is... Maar je ziet wel of je beter wordt.
Ja en nee. Je ziet eigenlijk vooral of je anaeroop beter wordt. Okay. Want als je anaeroop dus heel erg verbetert, dan kan je een hele goede ramptest afleveren. Dat is voor Zwift vrij belangrijk, toch? Precies. En dus ook voor als je wat meer dat sprinters type bent, ja, dan kan je een hele goede ramptest afleveren. Terwijl je FTP dan bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet verbeterd is. Dus aan de hand van zo'n ramptest je FTP bepalen is niet heel nauwkeurig. Of eigenlijk gewoon niet nauwkeurig. Maar als die ramptest wel heel makkelijk uit te voeren is, en daarom doe je hem heel vaak. En daardoor ja, heb je wel gewoon een mooie test die je regelmatig doet. En dan kijk je op die manier of je verbetert. Ja, doe hem dan. Repliceerbaarheid, belangrijk. Reproduceerbaar, maar, ja. Veranderde ook vaak met de jaren, zeg maar. Ik weet nog wel, Robert Geesink, in het begin waren die 20 minuten testen. Of ja, die testen bij de ploeg. We zijn altijd in januari. Ja. En ik weet nog wel, een mens of die realiteit tot vlak boven zijn omslagpunt. En dan zei hij tegen de dokter, je hebt wel genoeg, no? Weet je wel. En Geesink, die pakte een hotel van tevoren zelf. Bij wijze van spreken, boekte een hotel. En die was helemaal daarmee bezig. En dat, ik denk dat hij dat nu ook niet meer doet, zeg maar. Dus dat is vaak ook wel, ja, hoe ambitieus je daar als jonge jongen in vliegt, zeg maar, ten opzichte van dan de wat oudere pros. Dan was het eigenlijk al niet meer tof om... Ik kan me serieus voorstellen, want het is, je gaat echt met de... Dat het ook stress kan opleveren. Met de billen bloot. Ja, want je gaat met de billen bloot. En het is bij mij op kantoor, om het maar eens eventjes zo te formuleren, dan... Het is niet zo dat je aan het eind van de dag weggaat en iedereen weet hoe goed hij is of zo in zijn werk. En dat was bij jullie natuurlijk met een slag om de arm wel. En misschien moet het ook iets meer relativeren, maar je gaat echt met de billen bloot, ja. Test day is wel een testday, want bij de ploeg ook altijd wel een dingetje, hoor. Ja. Zeg maar, we deden veldtesten bij Sunweb. En 's ochtends op de weegschaal staan voor het ontbijt, weet je wel. Opschrijven, nou, iedereen, hoe zwaar ben jij, hoe zwaar ben jij, hoe zwaar. Een minuutje uit elkaar starten. Of wat is het? 30 seconden uit elkaar starten. En een volle bak die kolde rats opvlammen. Ah, ja. Ja, en dan omkijken. En ik flikte ook nog wel eens een keer iemand. Ruzie daarna, weet je wel. Was ik het wiel van Prijtler gaan zitten. De laatste 5 minuten vol eruit gevlamd. Ja, dat vond hij niet zo grappig. Weet ik, wel. Ik zei, ja, maar gasten, zo rijd ik nu een keer lekker. Koers, ja, in het wiel zo lekker trekje. En dan nog even 5 minuten lang huppatee, het rode jagen. Toch 4-9. En wat had jij? Wat is de toekomst van testen? En wat zou je idealiter, even afgezien van hoe je erachter gaat komen, maar puur als inspanningsfysioloog, wat zou je nog meer willen weten van een lichaam? Nou ja. Uiteindelijk is de toekomst daarvan is een soort van echt live biomarkers. Dus dat je live, dat je een chip hebt en dat je gewoon live de hele tijd die lactaatwaardes weet. Zonder dat je dus bovenop een berg met je lactaatstripje hoeft te staan. Ja. Als je dat gewoon de hele tijd... Moet toch mogelijk zijn? Dat je even op je appie kijkt, zeg, Taco, dus even rustig aan, joh. Je rijdt veel te hard, man. Taco, twee tandjes terug. Dat je dus op die manier, dat je het gewoon echt real-time de hele tijd zou kunnen tracken. Dat je dat, hè, en dat is wat je nu dus ook kan met bijvoorbeeld je bloedsuikerspiegel real-time in de gaten houden. Met eigenlijk een soort chip die je op je arm plakt. Dat soort dingen, dat is... wat denk wel de toekomst of dat soort... En dan kan je... Ja, dan dat maakt testen natuurlijk nog veel makkelijker. Ja. Want dan heb je niet... die zuurstofmaskers of die lactaatmeters of die trainers die er dan bij moeten zijn, heb je dat allemaal niet nodig. Niet voor deze podcast, maar dat is wel een, we begeven ons wel in een hele andere dimensie op het moment dat je live dat soort dingen, dat soort informatie tot je hebt. Hè, dan is de discussie over oortjes in of uit is ineens een hele verre discussie geworden. Ja, maar juist oortjes in of uit is dan misschien ook wel dat dit soort dingen, omdat het ook dan kan, betekent nog niet dat het er ook komt. Hè? Dus met die bloedsuikerspiegel, dat was dus al verboden in wedstrijden. Ja. Dus misschien juist dat dit allemaal ook wel zo snel gaat dat er weerstand komt. En dat dan misschien wel gebruikt wordt voor training. Maar je moet, stel dan dat je profielrenner bent en dan om daar bij die ploeg te rijden, moet je wel bereid zijn om een chip of iets op je arm geïmplanteerd te krijgen. Ja, zodat we dat, ik weet niet of iedereen daarmee akkoord gaat. En dan zit Frans Maas in de auto en dan zegt hij, Stevie. Ja, we hebben twee watt minder. Je bent toch helemaal niet moe? Je bent toch helemaal niet moe? Pas op, want die fiets gaat op de camion. Dat is wel. Ik zie oom in ieder geval Spekenfrik achter de 12 schermen zitten. Die, ja, dat is fantastisch. Nee, nieuw spectrum, andere aflevering. Maar dit is wel, er is nog veel te meten. Er is nog heel veel te meten. Ja, absoluut. Nu even naar morgen. Iemand luistert dit. Die denkt, weet je wat, ik ga testen. Ik heb alleen geen Zwift of een kikker thuis staan. Ja.
Weet je wat, ik wil zeker weten dat ik niet van mijn fiets val als ik in een flinke inspanning doe. Wat is de tip van Jim? Nou, kijk naar wat je doel is. En bijvoorbeeld Tim Krabbe beschrijft dat heel mooi, ik geloof in 43 wielerverhalen. Die reed het kopje van Bloemendaal op. Nou is dat wel tegenwoordig ook best wel druk, ik denk in zijn tijd iets minder. Maar die schreef dat dan netjes op in een boekje wat zijn tijd is. Nou ja, in Strava is dat tegenwoordig een stukje makkelijker geworden dan in zijn tijd. Ja, maar dus kijk wat je doel is, waar je naartoe werkt. Dus wat voor indicatoren wil je verbeteren? Maar zo, probeer dan wel dat je die indicatoren regelmatig meet. Ja. En een algehele soort van een simpele of een makkelijke benchmark is dus dat FTP. Nou, en dat zou je bijvoorbeeld met zo'n 20 minuten test kunnen doen. Maar kies daar dan ook bijvoorbeeld altijd datzelfde rondje voor. Ja. Waar je gewoon weet wat de omstandigheden zijn of hoe dat zit. En het ook gewoon doen en jezelf ertoe, dus even toezetten om zo'n test te doen. Het is maar 20 minuten. Ja, eens. Want vaak. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Misschien is dat wel een belangrijke tip ook. Vaak wordt dan eigenlijk de test wat te belangrijk gemaakt, waardoor het een soort blokkade wordt. En dan wordt het dan uiteindelijk niet gedaan. Ja. En uiteindelijk bijvoorbeeld in de 20 minuten test zit hem vooral dan ook wel in dat je hem bijvoorbeeld ieder 3 maanden dan wel doet. En dat je ook vooral niet na 18 minuten denkt, ja, het ging echt niet. Nee. Omdat je dan misschien je beste waarde niet verbeterd hebt en dan hou je ermee op. Nee, maak er gewoon die 20 minuten vol. En een slechte test is ook een test. Ja. Doe het voor de informatie. Dat is ook waardevolle informatie. Pas jij als trainer dan direct die niveaus aan? Nee, precies. Vaak vind ik wel dat mensen zeg maar hun tempo blokken of hoe het maar wil noemen, FTP blokken. Dat ze die doen naar aanleiding van hun beste waarde ooit. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dat je denkt van ja, gast, je traint eigenlijk veel te hard. Eens? In december is je FTP echt geen 400 meer, omdat je dat toevallig een keer in juli op de Marmot gereden hebt. Nee, eigenlijk, als je daarmee begint, dan zou je iedere dag, je prestatieniveau wisselt iedere dag. Ja. En dan zou je iedere dag met een andere FTP van start moeten gaan. En ja, iedereen snapt dat niet zo praktisch is. Dus bijvoorbeeld ook, ja, dan rij je 3 watt meer dan je vorige FTP-test. Ja, voor het moraal kan je die zones iets gaan aanpassen. Verschuift iedere zone misschien 1 watt. Joint score omhoog. Nee, joint score gaat wel omhoog. Dat is zeer interessant natuurlijk. Maar dan weet je, dus waarom zou je dat doen? Joint score, weet je wel? Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar wat ik bedoel is eigenlijk ook, test hem in de winter ook een keer. Ja. Of als je weer net begint. Want vaak ga je nog verder, vrolijk verder op je oude zones. Ja. En dat is wel een bandbreedte. En op een gegeven moment, ik voel aan mezelf van, oké, ja, ik zit nu altijd hoog in de bandbreedte. Waarschijnlijk is mijn FTP ook wat hoger. Ja, en in de winter zal ik automatisch laag in die bandbreedte gaan zitten. Ik denk dat heel veel mensen denken, ik ga nou niet testen hoor, het is nu winter, mazzel, ik heb super laag scoren. Maar dan moet je hem juist testen. Ja, klopt. Kun je die zones aanpassen. Ja. Kan je eigenlijk rustiger trainen en word je wel beter. Aan de andere kant zie je ook alweer, en dat komt ook bijvoorbeeld, maar daar gaan we het ook nog een keertje over hebben, over intervallen. Hè? En dat zie je met name bijvoorbeeld met binnentrainen in de ergmode. Ja, dan zet die tax of die wahoo, die zet jij dan op een vast percentage, op een vast vermogen. En dat is dan vaak echt midden in die zone. Terwijl zones zijn er juist voor bedoeld dat het een bandbreedte is. Zodat je niet iedere dag, of iedere week of iedere maand je zones hoeft aan te passen. Maar wanneer je goed bent, fiets je wat hoger in dat die zone. Wat ja, precies. Ja. Dus het is ook prima dat je af en toe even wat lager in die zone zit. Maar dat doen soms mensen al helemaal niet meer, omdat ze dan op een vast percentage binnen aan het fietsen zijn. En dat is eigenlijk ook weer mooi haakje naar de aflevering over intervallen. Want dat is een studie op zich. Laatste vraag. Een beetje perspectief schetsen voor mensen die toch de drempel ervaren om zo'n test te doen. Hoeveel procent van de mensen die zijn test gedaan heeft bij jou komt toch licht teleurgesteld van de fiets af? Gewoon ballpark? Ik denk toch wel 25-30%. Oh ja, serieus? Ja. Zo, en de rest? En soms teleurgesteld van de fiets omdat de verwachtingen te hoog waren. Of soms omdat het tegenviel. Dus soms wel realistisch, maar viel het zo tegen. Heb jij wel eens een test gedaan dat je dacht, zo, dit is lekker? Ja. En heb je ook wel eens een hele slechte test gedaan waarvan je echt teleurgesteld was? Ja, ook wel, ja. Ik heb ook wel eens een test niet gedaan. Ja, toen kwam ik aan met shin splints. Ook 2 dagen knijter had geschaatst. Toen zei de dokter, nou gaan we weer naar huis. Met die rode geschenen gaan wij niet testen. Yes. Ja. Nee, maar
Ja, tuurlijk heb je, ja, als je 16 jaar prof geweest bent, nou, over het algemeen wist ik wel van, ik weet nog wel dat ik met Sam Omen, voor het eerste jaar bij Sam Omen in de ploeg zat, of het tweede jaar, dat ik zei, ik ga ongeveer 4-10 rijden. Dat is natuurlijk ook weer zo'n oude prof, dan kom je ook precies op 4-9 uit bovenop. Ja, misschien had ik wel 4-20 kunnen rijden, maar dat zat gewoon in mijn hoofd, daar ging ik op weg en dat reed ik en dat vond ik prima. Dus... Nou, over het algemeen voelde je wel aan wat je deed. Meer wat je even ging. Voor het perspectief. Maar de conclusie is misschien wel... er is geen goede of slechte test. Je hebt alleen een test waarvan je teleurgesteld kan raken of niet. Maar dat zit bij jezelf. Het gaat vooral om de informatie die je eruit haalt. Ja, maak hem niet te belangrijk. En zorg dat hij gewoon goed te doen is, herhaalbaar is. Voor jou de waardevolle informatie bevat. Yes. We gaan langzaam afronden, mannen. Wil je nou meer weten? Of wil je meteen met Join aan de slag? Wel even een testje doen eerst. Check dan direct de link in de show notes. De podcast app of op liveslowridefast.com. Dan wordt het allemaal uitgelegd. Dan krijg je 2 weken gratis Join. 2 weken gratis een gym. Nou, een maandje gratis trainen. 2 testjes, denk ik. Testje aan het begin, testje aan het eind. Leuk dat je zegt, want in Join dit zit goed, dus... Goed, kan je gespeeld al. Of tenminste, op het moment dat we het opnemen nog niet, maar wanneer we waarschijnlijk uitzenden wel. Ja. Wordt er ook, wanneer je in ieder geval hebt aangegeven dat je een hartslagmeter of vermogensmeter hebt, regelmatig een test voor jou ingepland. Dan is er wel een mogelijkheid dat je zegt, nou, ik sla hem over. Dan komt hij op een ander moment weer terug. Maar als je dat 3 keer achter elkaar doet, bel Jim. Ja, als je 3 keer achter elkaar, wordt je abonnement ingetrokken. Ja, nee, sorry. Nee, maar hij wordt dan wel regelmatig ingepland. En je kan hem dan doen en je waardes weer uploaden. En dan berekent hij weer je FTP. En dan kan je. En dan wordt ook de vraag gesteld: hey, wil je op basis hiervan dan je zones aanpassen of niet? En wat voor test is het? Een 20-minuten test. Okay. Wij raden eigenlijk aan: je kan om een 20-minuten test te doen. Die vinden we de mooiste combinatie tussen. Dit kan je nog enigszins relatief gemakkelijk. Echt en gemakkelijk hoe is het niet uitvoeren. En hoe doe ik een 20-minuten test op het vlakken? Ja, het is een 20-minuten tijdrit. Dus 20 minuten lang zo hard mogelijk fietsen. Mijn advies zonder is bochten, altijd... met bochten? Nee, het liefst zonder bochten. En het liefst ook met een beetje echt goede constante weerstand. Nou, bergop zal niet lukken in Nederland. Wat is de beste plek rond Amsterdam? Amsterdam-Rijnkanaal wint tegen. Oh ja, Amsterdam-Rijnkanaal. Ja. Ja. Amsterdam-Rijnkanaal wint tegen. En het belangrijkste is eigenlijk om een tip mee te geven. Deel hem op. Deel hem op bijvoorbeeld in stukken van 5 minuten. Ah, ja. Denk die eerste 5 minuten, dit moet gewoon goed voelen. Die tweede 5 minuten doet een klein beetje pijn. Die derde 5 minuten doet echt goed pijn. Die laatste 5 minuten is een hel. Ja. Als de eerste 5 minuten al een hel zijn, ben je veel te hard vertrokken. Ah. Ga bijvoorbeeld ook weg net onder je vorige waarde en probeer hem progressief op te bouwen. Dan krijg je ook, mentaal kom je er dan lekker in. Gaat het stuk makkelijker dan wanneer je heel hard start. En eigenlijk langzaam die vermogen ziet wegzakken. Dat is vaak 20 minuten lang veel slechter vol te houden. Dus dat even wat hele snelle tips. Ja, dat is echt maar wij tip. Kiezen voor die 20 minuten test, omdat we daar vinden we de beste balans. Ja, alleen bijvoorbeeld Amsterdam-Rijnkanaal, vaak zuidwestenwind. Dan kan je vanaf Amsterdam naar Utrecht, heb je hem daar sommige tegen. Soms voelt het ook wel lekker wind mee, toch? Nou, dan moet je wel echt daar ervaring mee hebben. Of bijvoorbeeld met baanwielrennen. Ja. Ik ben toch... Voor normale stervelingen, ja precies. Dan moet je goede coördinatie hebben. Voor normale stervelingen luister niet te veel naar Laurens. Is wind tegen of bergop of op je tax echt wel een stukje makkelijker. Maar je doet hem wel liever op de weg dan op een tax? Want ik heb op een Wahoo. Ik heb een Wahoo staan. Nou, wat zeg je dan? Nee hoor. Wat jij het beste vindt. Wat jij prettig vindt. Kijk, het fijne van die Wahoo is dat je ook echt voor gaas kan gaan. En dat het super veilig is. En dat is ook wel echt een hele belangrijke. Als je 20 minuten gaat liggen hengsten. Ook op de houtripdijk. En er komt een brommer. Je moet mensen inhalen. Nee, je komt mensen tegemoet. Ja. Nee, heb je een tax of een Wahoo thuis? Dan doe je hem daarop. Stap op die kikker. Ja. Okay. Op de valreep nog wat mooi. Mooie tips. Dankjewel. Dankjewel Jim. Dankjewel Lau. Volgende week zijn we er weer. Met weer een nieuwe aflevering over alles wat te maken heeft met trainen, eten, slapen. En tot die tijd. Beter worden. Beter worden. Beter worden. Let's live this song. Oh, let's live like this song. Change the chords. But don't turn on the way. While looking